Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Tutu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is zondagmorgen. Ik heb gisteren niet gefilmd. Ik had gisteren geen zin om te filmen. En vandaag staan er wel weer twee vlogs op het programma die ik ga opnemen. En welke dat zijn, dat kunnen jullie morgen en overmorgen zien. Want ik ga weer twee leuke vlogs opnemen met Ramon. Dus dat wordt wel weer lachen, gieren, brullen. Ik heb niet veel gedaan. Ik ben inmiddels natuurlijk wel weer twee dagen thuis. Vakantie zit er weer op. Het is hard gegaan. Sorry nogmaals voor het... voor het tegenvallende filmen. Ik heb niet veel gefilmd. Ik had niet veel inspiratie en niet echt veel dingen om te zeggen van... Goh, dat zal ik nou eens even gaan filmen. Ik heb vooral lekker rustig aangedaan. En lekker genoten van mijn vakantie. En lekker veel uitgerust en gewoon lekker dingen gedaan om... Lekker gewoon uit te rusten en dingen die ik leuk vond om te doen. Dat heb ik gedaan. Dat is vooral veel uitrusten en lekker in bad zitten en zo. Maar om nou elke dag te laten zien dat ik in bad zit, dat vond ik ook wel heel erg raar. Dus ik dacht bij mijn eigen van, nou, ik film dan wel wat minder. Maar ik kom dus wel één vlog tekort. Want ik heb maar 6 dagen, voor 6 dagen vlogs, terwijl ik 7 dagen gegaan ben. Maar die vlog die ga ik dus inhalen vandaag met Ramonski. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik ben nu even een vlog aan het doen. De outro is inmiddels weer iets veranderd. Als je kijkt naar de allereerste vlog 362 met de nieuwe outro. En die van 365. Zien jullie een klein verschilletje. Ik had een foutje gemaakt in de outro. Het logootje van het abonneren paste niet. Dus dat kon ik weer allemaal gaan zitten veranderen. Ja, daar kom je pas later achter. Dus, maar dat is in ieder geval weer opgelost, gelukkig. Het is in ieder geval, het is droog. Er staat wel een hele grijze lucht in, maar ik hoop dat we het droog houden. En dat ik nog even twee leuke vlogs kan opnemen. Speciaal voor jullie. En, ik heb gisteren nog even lekker zitten skypen met Kevin en met Ramonski. Dat was hartstikke gezellig. En binnenkort ga ik ook weer wat leuks doen. Dat hebben we gisteren ook even besproken. We gaan weer wat leuks doen volgende maand. Wat ik ga doen, dat weten een aantal mensen. Maar dat ga ik niet tegen iedereen vertellen. Dat zien jullie zelf wel. Volgende maand, als de vlog daar is, dan krijgen jullie dat zeker weten te zien. Ik ga ook nog een keer naar de Efteling weer toe. Dat zal over 2 weken wezen, als het goed is. Ja, 2 weken. Dan ga ik weer naar de Efteling een dagje. En in ieder geval komen er weer een hoop leuke vlogs aan. Het wordt een buitenlands trippie, dat wel. Dus, maar jullie gaan vanzelf wel zien wat het allemaal gaat worden en wat het allemaal is en gaat worden. Het wordt in ieder geval hartstikke leuk. Dus zeker te weten op mijn kanaal geabonneerd blijven, want dan blijven jullie op de hoogte en kunnen jullie al die leuke vlogs allemaal zien. Nou ja, verder heb ik niet echt veel te melden. In ieder geval, de katten zijn in ieder geval weer heel blij dat ik weer terug ben. Ik heb ze de afgelopen 2 dagen echt een beetje aan het vertroetelen geweest. Hè, Bokito? Ze kwamen echt kwamen ze naar me toe. Ze hadden me echt gemist. Hè, oude vriend? En
morgen dan moet ik weer gaan beginnen met werken. Het zal wel weer even tegenvallen. Natuurlijk even een week, ruim een week vrij geweest. Dus het is altijd een ontzettende tegenvaller als je dan weer moet gaan werken. Echt verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus ik ga nou even de batterij even in de oplader doen. Ik ga even die vlogs met die fout erin ga ik even veranderen. Zodat jullie vanaf vlog 364, jullie hebben het gezien inmiddels, want het is inmiddels al online. Dat die fout weg is, want ja, dat was echt super irritant. Dus dan gaan we dat eventjes, ga ik dat even herstellen en dan is dat ook allemaal weer allemaal in orde. Gisteren nog even bij mijn buurman geweest. Ook de keukenweek niet gezien, dus daar ben ik er even langs geweest. En ja, voor de rest heb ik niet veel gedaan. Niet echt veel gedaan. Beetje opgeruimd, de rotzooi een beetje opgeruimd. Ik heb trouwens nog een fout gemaakt bij me. Nou ja, een fout, ik weet niet of dat dadelijk een fout is, want hij zat gewoon helemaal vast. Maar mijn externe harde schijf, die deed het op een gegeven moment niet meer. En die bestanden kreeg ik niet overgezet. Ik kreeg elke keer te zien dat ik moest formateren. Nou ja, jullie weten het. Formateren, dan ben je gelijk alles kwijt wat je kwijt bent. Dus ja, ik ben al die bestanden ben ik gewoon helemaal kwijt. Ik ben een hele hoop bestanden kwijt. Ja, ik heb nou in ieder geval wel weer een lege schijf, dat wel. Maar het is wel balen, want er stonden wel een hele hoop dingen op wat ik toch had willen bewaren. Maar wat ik nu gewoon helemaal kwijt ben. Dus dat is al verschrikkelijk balen. Ik baal er wel ontzettend van. Ik kan even zo gauw even niet verzinnen wat ik kwijt ben. Maar ik zal later zal ik nog wel dingen opzoeken of zo wat ik nodig heb. En dan denk ik van, oh shit, dat ben ik kwijt. Dus dat is wel ontzettend balen. Maar ja, in ieder geval is de harde schijf, of die externe harde schijf nou geformateerd. En ik kan weer nieuwe spullen erop zetten. En ja, helaas gebeuren die dingen ook wel eens dat je wel eens wat kwijtraakt. Door een fout op de computer of zo. Want ja, een computer is ook maar een computer. Er kunnen ook fouten op zitten. Mensen maken fouten, maar computers maken ook wel fouten. Dus ja. Dat is wel ontzettend balen. Nou goed. In ieder geval ga ik zo even de batterij even opladen, opgooien. En dan ga ik dadelijk eventjes wachten tot Ramon er is. Ik heb wel gezien dat Feyenoord vandaag laat moet, of heel vroeg moet voetballen. Dus ik denk dat ik eerst dat we even de wedstrijd gaan kijken. En daarna gaan we eventjes gaan we even de pas vandoor. Hè. Ik wil wel even Feyenoord zien. Of het moet echt heel erg zwaar tegenvallen dat ik al halverwege alweer weg kan. Want het is niet echt goed de laatste tijd met Feyenoord. Maar we gaan het wel zien. We gaan het wel meemaken. Ik ben benieuwd wat Feyenoord gaat doen. Ze moesten tegen... Oh ja, tegen AZ moesten ze. Vorig seizoen was het makkelijk. Maar ja, het is Feyenoord. En bij Feyenoord weet je het nooit zeker eigenlijk. Want de ene keer dan spelen ze echt de sterren van de hemel. En de andere keer dan is het... Ja, dan hebben ze er echt geen zin in en dan gooien ze gewoon met de pet na. Dus we gaan het wel zien wat Feyenoord gaat doen. Volgende week ga ik in ieder geval weer naar de Kuip toe. Dus dan moet Feyenoord weer thuis spelen. Dus dan ga ik natuurlijk weer heen. Ga ik natuurlijk weer vloggen natuurlijk met Ramonski. Dus dat wordt wel leuk, wordt het allemaal. Ik ga even de batterij even ingooien en dan dan spreek ik jullie dadelijk nog wel eventjes, denk ik, hè. Ja, laten we dat maar doen. Dan spreek ik jullie dadelijk wel weer eventjes. Tot zo. Ja, en daar ben ik weer, jongens. Daar ben ik weer. Nou, Feyenoord is momenteel helemaal weer niks. Er staan weer maar 1-0 achter door een fout van Berghuis. Dus ik ga lekker deze vlog ga ik in ieder geval even lekker afsluiten. En ik kan dadelijk gewoon weggaan, want ik ga hier niet anderhalf uur naar zitten kijken. Ik heb wel andere dingen te doen, belangrijkere dingen. Alhoewel Feyenoord wel belangrijk is, maar als ze zo slecht spelen, dan vind ik dat echt niet belangrijk. Dan zoeken ze het maar lekker uit. Maar in ieder geval ga ik ook de vlog opnemen. Ramon kan elk ogenblik komen en dan gaan we een vlog opnemen. Twee vlogs wel liefst. Ik ben nog druk bezig. Ik heb de
andere video's waar ik de verkeerde intro in had gezet, heb ik eruit gehaald. Dat ben ik nou allemaal opnieuw aan het maken, aan het uploaden. Dus dat komt allemaal wel goed. Vanaf nu kunnen jullie dus de nieuwe intro gezien. Ja, jullie hebben het gezien. Vanaf 364 heb ik in ieder geval de intro verbeterd. Of de outro verbeterd. Dus vandaar. Nou, het is even kijken. Oh, nou, ze krijgen nou weer een corner. Nou, het schiet gewoon allemaal niet op, jongens. Het schiet gewoon weer allemaal niet op. Het is weer helemaal hopeloos met Feyenoord. Nee, ze gaan dit jaar echt geen kampioen worden. Daar hebben ze gewoon een te matig en te slecht elftal voor. En, nou, dat gaan ze gewoon niet redden vandaag. Of dit seizoen. Dat gaan ze echt niet redden. Ja, dus het is nou, nou, het is even wachten op Ramonski. En dan gaan we maar, gaan we zomaar weer er vandoor, hè. Ik heb twee leuke locaties heb ik op het oog. Waar ik ga filmen. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Dan hebben jullie in ieder geval morgen en overmorgen weer een hele leuke vlog. Krijgen jullie te zien hier op mijn kanaal. En nou, Dribbel zit lekker te eten. Lekker belangrijk. Dribbel. Dribbel. Kijk, als hij zit te eten, dan hoor je hem niet, hoor. Nu wil hij niet komen. Dan heeft hij zoiets van, joh, laat me maar rust. Ik zit even lekker op mijn gemakje te eten. Hé, Dribbel. Nee, hoor. Kijk, hij blijft lekker eten, hoor. Groot gelijk hebben, joh, vriend. Dus vandaar. Ja, ik heb niet veel meer te melden, jongens. Ja, het is weer even wennen, hè. Weer terug thuis. En ja, ik heb altijd best wel moeite ermee om dan weer op te starten, weet je wel. Dan heb je net een leuke week weer gehad. En dan, oh, dan moet je weer terug naar het gewone leven met werken. Ik heb er echt helemaal geen zin in. Dus ik ga hem in ieder geval afsluiten. Ik ga op Ramon wachten. En dan zien jullie morgen en overmorgen de vlogs die wij gemaakt hebben. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En like hem en like deze video. En ja, jongens, ik ga jullie weer zien bij de volgende vlog. In ieder geval de groetjes van deze kant. Blijf kijken, blijf liken, blijf abonneren. En spreek jullie allemaal weer bij de volgende vlog. Jongens, iedereen de groetjes en bye. Yep. Inzoom, inzoom. Uitzoom, 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 uitzoom.